Hallo, hier spreekt OJ Punctuel. U luistert naar aflevering 56 van Theme Talk. Nou, het zal mij benieuwen, want doorgaans is het ongehoord wat hier gebeurt. Nou, inderdaad, dat is... Nou, dat was OJ Punctuel. Die heeft ons al geïntroduceerd. Aflevering 56 van Theme Talk. Welkom, ik ben Maurice de Zeeuw. Ik ben Thomas van Groningen. En van harte welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Het is net al zo goed geïntroduceerd. Ik ben er eigenlijk een beetje sprakeloos van, moet ik wel zeggen. Ja, we hoeven eigenlijk helemaal niks meer te doen. Als hij het stokje overneemt hier, dat is wel mooi. We gaan het weer doen. We gaan weer een uurtje kletsen over pretparken. We zijn er allebei bij en we gaan het hebben over heel veel dingen. Bobbejaanland. Onder Jewel de groot nieuws. Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Wat hebben we nog meer eigenlijk in het draaiboekje staan? Oh, The Lion King wil ik het nog even met je over hebben. Mm-hmm. Dat is wel van belang. De oude tuffer. Ja, gaan we ook nog even een rondje in maken. En jij bent natuurlijk in Disneyland geweest. Ja, in Disneyland Paris. Het echte moment dat de aflevering online stond vorige week. Toen was je al onderweg, toch? Klopt. Ja. Sterker nog, ik heb vanuit een wachtrij daar heb ik nog in WordPress, dat is ons systeem om de website bij te houden, nog dingen aan staan passen. Grappig, hè? Ja. Daar gaan we deze week allemaal over hebben. Maar dat kan natuurlijk niet zonder dat we begonnen zijn met de vraag der vragen. De vraag waar iedere podcast... andere podcast jaloers op is. Die zouden ze eigenlijk van ons willen overnemen. Maar ja, wij zijn daar eigenlijk mee begonnen. Dus ja, dit is hoort bij ons. Maurice, wat is jou deze week opgevallen in pretparkland? Vorige week heeft Bellewaerde in België een rondleiding gegeven over het bouwterrein van de nieuwe, van het nieuwe waterpark. Dat later het jaar opent. Wow. En dat ziet er heel gaaf en groot en mooi uit. Met 8 glijbanen. Ja, er zitten wat dubbele glijbanen tussen. Dus ja, dan kun je tellen hoe je wil natuurlijk. We weten dat Europa Park bezig is met een groot waterpark, Rulantica. Wordt mega groot met binnen- en buitengedeeltes. Ja. De glijbanen hangen er ook al in de lucht. Aqualibi hebben we natuurlijk al sinds jaar en dag in België. We hebben Plops Aqua bij Plopsaland de Pannen. Waar blijft eigenlijk in Nederland? Tiki Bad in Nederland bij Duinrol. Maar mijn vraag is eigenlijk, waar blijven de nieuwe waterparken van Nederland? Het enige pretpark dat in Nederland een waterpark heeft, dat is dan Duinrol. Maar dat is Slagharen. Aqua Mexicana, vind je dat een waterpark? Ja. Heet het Aqua Mexicana? Het heet Aqua Mexicana, maar dat vind ik geen water. Er zijn een paar glijbanen en er is een zwembad. Dus en je moet je zwembroek aan, toch? Ja, oké. Er is een waterpark. Nou, dat vind ik. Oké. Het is klein, maar het is een waterpark. Maar een parkje. Ik vind eigenlijk het enige echte waterpark dat recht van spreken heeft, vind ik in Nederland Tiki Bad. Ja. Maar waar blijven die andere waterparken? Het is volgens mij best wel een goede investering. Dat denk ik ook. Alhoewel, het zal veel onderhoud hebben. Ja. Ik denk dat ik hier een aantal redenen voor kan bedenken. Okay. Maar ik heb hier niet voor gestudeerd, maar ik gok 1. Ik denk dat wij in Nederland dat zwembaden een hoge penetratiegraad hebben. In de zin dat er heel veel zwembaden zijn in Nederland. Mm-hmm. Dus gemeentelijke zwembaden. En die zijn soms ook al best wel groot. Ja. En die hebben ook glijbanen. Zou dat in België niet zo zijn dan? Nee, ik denk dat dan toch misschien minder is. Volgens mij is dat toch echt een heel Nederlands iets dat we zoveel zwembaden hebben. Ja, ik weet dat de gemeente waar Plopsaland de Pannen in ligt, dat ze dus het gemeentelijk zwembad ligt ook in de, zeg maar, Plops Aqua is ook van de gemeente. Heeft er mee betaald. Dus er is zo'n groot baantjestrekbad, ligt in Plops Aqua. Dus inwoners van de Pannen kunnen volgens mij voor €5 of voor heel weinig kunnen die naar binnen bij Plops Aqua. Ik denk dat dat een van de redenen is. 2. Ook al hebben we er daar niet veel van, ze zijn wel goedkoop. Als je moet concurreren met best wel oké zwembaden. Als ik het hier in Tilburg bekijk, dan heb je Stappengoor, het zwembad. Je hebt op Noord heb je nog een zwembad. Je hebt vlak buiten Tilburg hebben we nog het Staalbergven. Dat is ook zo'n meertje, maar er is ook een zwembad bij. Met glijbanen en weet ik veel wat. Allemaal plezier en leuk. Dat kost bijna niks om naartoe te gaan. Dat is bijna gratis. Ja. Ja, een paar euro dat je moet uitgeven om naar binnen te kunnen. Ja, als je dan met een dik waterpark komt, hoe gaaf jouw glijbanen ook zijn, je moet er toch tegen opboksen. Ja. Ja, Derde reden. Als ik naar Tiki Bad wil, betaal ik €17,50. Nou, dat vind ik best aan de prijs. Derde reden. Ik denk dat waterpret en zwembaden met veel glijbanen in Nederland een beetje een slechte naam hebben gekregen door Tropicana. In Rotterdam? Ja, weet je Tropicana nog? Ja, dat is die grote hal wat nu helemaal leeg staat of zo. Het is nog steeds een tropische kas, zeg maar. En je ziet nog steeds de contouren van zwembaden en een wildwaterbaan erin. Alleen het is nu een soort van verzamelplek. Dat is heel hip tegenwoordig, als een gebouw leeg staat. Toren C-achtig. Voor jonge ondernemers. Urban talent. Ja, creatieve geesten die hele dagen niks zitten te doen, behalve heel erg een creatieve geest zijn. Mm-hmm. Nou, dat soort figuren, je kent ze wel. Ik heb een start-up en ik zit hier aan mijn bureau heel de dag. Zit in mijn content marketing, right?
marketing skills te werken. Ik heb nog geen opdrachtgevers, maar ik zit hier wel heel de dag aan mijn bureau. Nou, die gasten, die zitten daar. Ik zou heel graag in Berlijn willen wonen, maar ik kan die betalen. Dat soort gasten, die zitten daar in zo'n in dat oude zwembad. Maar dat is dus dicht. De eerste euro's komen binnenkort binnenrollen. Ik kan garandeert je. En druk hem Jan. Ja, ja, nou, je weet precies wat ik bedoel. Ja. Nou, die zitten daar nu. Maar ik denk dus, dat was mijn punt. Ik denk dat het Tropicana debakel en later het tongelreep debakel, dat was in Eindhoven. Ja. Ik denk dat dat zwembaden, zwemparadijzen in Nederland een slechte naam heeft gegeven. Omdat er is gewoon heel veel rottigheid uitgehaald. Ja, ik hoor, tenminste, ik kan mij nog verhalen herinneren, spookverhalen. Ik weet niet of er ooit is gebeurd van glasplinters en rechtopstaande spijkers in glijbanen. Ja, scheermesjes geplakt in de glijbaan. Ja. Of dat dan waar was, een Stanley mesje door zo'n glijbaan heen geprikt. Nou, of dat dan waar was, weet ik niet. Maar er was in ieder geval heel veel ongein. Knokpartijtjes, er zijn aanrandingen geweest. Dat soort... Nattigheid. Ja, ellende. Ja. En... Ik weet het niet hoor, maar voor mijn gevoel hebben bij veel mensen, als je het hebt over een tropisch zwemparadijs, dan gaan gelijk de nekharen overeind staan van, toch? Bij mij niet. Dat zal wel ellende zijn. We kregen vorige week nog de vraag van, god Thomas en Maurice, wat zouden jullie voor pretpark of wat voor beleving willen hebben? Ik heb toen nog gezegd, een enorm mega superlux water pret spel speelplezier splash Holland park. Ja. Ik geloof nog steeds wel in een waterpark in de buurt van de Efteling. Ik vind niet dat de Efteling dat zelf moet gaan opzetten. Ben je wel eens in het, kunnen ze niet. Ben je wel eens in het Bosrijk zwembad geweest? Nee. Dat is heel klein, toch? Dat hebben ze alleen maar om aan de sterren te voldoen. Is dat zo, ja? Nou, dat denk ik, ja. Dat vermoeden heb ik. Voor de folder gewoon. Ja, voor de folder. We hebben ook een zwembad. Ja. Ja. Maar, dus ik zou er wel voor zijn, ja. En waar ze blijven, ja, weet ik niet. Maar ik denk dat het die redenen zijn. Maar ik schud ze zo mijn mouw, dus misschien klopt er niks van. Als er zwembadkenners zijn die naar ons luisteren, even reageren. themetalk.nl/reageren. Ja. Dat is een hele andere business dan pretparken ook, volgens mij. Ja, ik weet niet, gethematiseerde waterparken. Ik bedoel, Parkes Reunidos van Slagharen en Bob Jaarland en Moviepark Germany heeft onlangs het grote overdekte zwemparadijs in Berlijn aangekocht. Dus blijkbaar is er toch wel... ergens raakvlak. En zijn wij niet gewoon heel erg verwend ook door Centerparks? Ja, dat voor al die Aquamundo's natuurlijk. Ja. Zou best goede zwembaden zijn dat. Dat wil ik. Over 2 maanden zit ik weer in Coevorde. Heb je ook een Centerpark zitten? De Huttenhoogte? Ja, in Drenthe. Daar ga ik naartoe. Dat is Drenthe, toch? Over Rijssel? Ja, daar bovenin. Ja, boeien. Echt. Ja. Maar oké, leuk. Ja, leuk. Daar hebben ze ook zo'n grote Aquamundo. Ja, die hebben blijkbaar ook weer een waterbaan en zo. Van alles. Ja, spannend. Dus ja, wordt leuk. Met thema zwembad, hè? Thema tropisch zwembadhal. Vind ik leuk. Wat is jou eigenlijk opgevallen? Wat mij is opgevallen, en dat is misschien een beetje een gek punt, maar dat zijn de plastic tasjes in Disneyland Parijs. Dat is nou inderdaad niet het eerste waar ik aan zou denken, maar ja. En toen zat ik te denken, ja, dat is een ding. In de Verenigde Staten is het zo dat Disney langzaamaan de plastic tasjes aan het uitfaseren is. Daar moeten we namelijk vanaf. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Ik ben echt niet zo van, we moeten met z'n allen ons gedrag extreem veranderen. Maar het zou goed zijn voor de wereld als we met z'n allen wat minder vaak een plastic tasje pakken bij onze producten. Nou, in Nederland hebben we daarvoor een wet dat je 10 cent moet vragen. Of nou, ik weet niet of het per se 10 cent moet zijn, maar je moet in ieder geval... Ja, vergoedingen voor vragen. Ja. Dat doen ze in Disneyland Parijs niet. Maar ik heb een vermoeden dat we binnen nu en een hele korte periode in Disneyland Parijs geen plastic tasjes meer gaan krijgen. Sterker nog... Ik durf er geld op in te zetten dat in 2019 wij nog gaan zien dat Disney geen plastic tasjes meer heeft. Oh ja? Omdat er hingen overal bij welk verkooppuntje dan ook, hoe onbenullig en klein dan ook in Disneyland Parijs, hingen, en ik heb het nog even gecheckt bij mensen die er verstand van hebben, echt pas sinds heel kort hangen die er, hangen overal reusable bags. Die zijn dan €1,99. Mm-hmm. Ze zijn nu allemaal in incredible stijl. Zoals Tok zijn waar ze dan af moeten. Nog geen Disneyland Parijs eigen reusable Big Shopper tassen. Maar let op, ik durf hier geld op in te zetten, Maurice. Omdat ze in Amerika ook al langzaam invoeren. Hè? Het afscheid nemen van het plastic tasje. Disneyland Parijs gaat ook van de tas af. Let maar op. Dat is echt weer zo'n detail. Hoe kan je nou op letten? Maar... Nou ja, nou goed, dat is iets wat zelfs opgevallen. Dat is volgens mij de tactiek die de Zeeman ook hanteert. Dan kun je ook een reusable bag kopen. Aldi ook inmiddels. Aldi, ja. Ja. Maar ja. Dat is dezelfde vraag. Bijvoorbeeld de Efteling krijg je ook nog steeds gewoon een tasje. Moet je over betalen, 10 cent. Maar ze doen het wel nog steeds. Nou, misschien ook daar langzaam afscheid nemen. Ik vind dat een leuk aandenken. Wist je dat? Ik vind dat, ja, dat klinkt misschien heel erg dom. Maar ik heb in mijn huis staat een grote tas. Met daarin misschien wel 30 verschillende tasjes van pretparken. Van Walibi, van de Efteling, van Disneyland. Van die worden ook niet Toverland, gebruikt dan? Van Fantasieland. Die worden soms zelfs gebruikt om sportkleren in te gooien. Of boodschappen. Of weet ik veel. Maar dat vind ik leuk. Ik heb zelfs nog een oude kruimeltje plastic tas.
Die musical die 25 jaar geleden in de Efteling speelde. Je hebt die tas bewaard. Die ligt nog onderin zo'n stapel. Ja, die heb ik niet bewust bewaard als in... Oh, klein kinderen, wat ik hier nou toch heb. Maar wel gewoon van, goh, nou, toch lachen. Wat ben je toch ook een bijzondere man. Laten we eerlijk zijn. Ja. Maurice, het is weer zover dat jij aan onze lieve luisteraars gaat vragen om ons te volgen op allerlei plekken. Ja, kan op allerlei plekken. Kan op Twitter, @teamtalknl. Je kunt het vinden op Facebook. En je kunt ons ook beluisteren op Spotify, op YouTube, op Soundcloud. En je kunt ons ook een rating geven op iTunes podcasts en al die andere podcast apps. Als je een rating kunt geven, doe dat even. Verder vinden we het heel leuk als je ons een berichtje stuurt. En dat kan via onze website www.teamtalk.nl/reageren. En we moeten weer mensen bedanken voor hun financiële steun aan deze podcast. Dat kan namelijk op teamtalk.nl/doneren. Kan je ons financieel steunen. Doe dat vooral als je plezier hebt aan onze podcast. Hij is gratis, maar als je er wat voor wil geven, dat kan. Value for value noemen ze dat. Teamtalk.nl/doneren. Ja, vinden we echt tof als mensen dat doen. En deze week moeten wij bedanken Kevin. We moeten ook bedanken Galia Queen. We moeten bedanken Steven Rijkhoff. Die hebben allemaal gedoneerd. En we hebben ook een bedrijf. Dat heeft ons een donatie gegeven. Ja, en dan gaan we even wat over voorlezen. Ja, dit is een mailtje dat komt van Pim Graafmans. En hij werkt voor het bedrijf Young Ones. Dat is een platform waarop bedrijven zelf heel makkelijk flexibele medewerkers kunnen inhuren voor allerlei dagklussen op freelance basis. Ze werken nu al voor Safari Park en Speelland Beekse Bergen. Die huren al via dat Young Ones, horecamedewerkers en attractiemedewerkers. En dat soort parken hebben natuurlijk seizoenspieken. Die hebben dan soms om een paar dagen als de zon schijnt en denken heel veel mensen nodig. Nou, ja. Die mensen kunnen ze dan inhuren bij Young Ones. Zou ze in Disneyland Parijs ook moeten hebben, want er hoeft niet al die eetenten om 4 uur dicht te gooien. Nou, en Pim die mailt ons, die zegt, het seizoen gaat starten en ik ben ervan overtuigd dat er heel wat mensen die werken bij attractieparken, dat die ook naar jullie luisteren. Nou, ik heb me laatst weer laten vertellen dat er inderdaad op een aantal kantoren van een aantal pretparken in ons land toch naar ons geluisterd wordt. Ik heb dus gehoord dat OJ punctueel ook naar ons luistert, hè? Ja, maar die is hele dagen bezig met carnavalsliedjes tegenwoordig. Ja, ja, dat is waar. Maar goed, wat je dus kan doen, er zijn al 40.000 freelancers ingeschreven, die zijn op zoek naar werk. Als je daar dus interesse in hebt, youngones.works/themetalk. Dat is een speciale themetalkpagina voor meer informatie of een demo in te plannen. Dus daar kan je naartoe, youngones.works/themetalk. Ja, en denk je nou, goh, ik heb ook een bedrijf dat een beetje in de leisure hoek zit. En je wil jezelf promoten? Nou, dat kan gewoon bij ons via www.teamtalk.nl/doneren. Toch elke week 2000 luisteraars die jouw boodschap kunnen horen. Meer dan 2000 luisteraars. Meer dan 2000 luisteraars. Van belang, hè? Ja, dat is belangrijk. En we gaan die meer dan 2000 mensen nu iets laten horen. Ik ben namelijk weer eens op pad geweest, Maurice. Ik was naar Disneyland Paris. Nou, de kas is weer leeg, zo te horen. De kas is weer leeg. Dit heb ik niet gedaan van de donatieinkomsten. Laten we eerlijk zijn. Gelukkig. Nee. Maar het was wel heel leuk. En ik stel voor dat we even gaan luisteren. Goedemiddag. Goedemorgen is het nog. Vanuit Disneyland Parijs lopen we dan. Het is dinsdag. En we hadden vanmorgen niks te doen. En Mark, die kennen jullie misschien van de Trust Nobody podcast. Ja, hallo. Voor de Wie is de Mol fans. En ik, we zijn gewoon op de Bonnefoy naar Disneyland Parijs gereden. Dan even kijken of er Yoda koekjes zijn. Oh, even Yoda koekjes, ja. We zijn nu in het Walt Disney Studios Park. Waar nu eigenlijk een Star Wars event is, trouwens. Maar ik moet zeggen, op het podium na... Ja, ik wil ook wel een Yoda koekje, ja. Op het podium na zie ik daar nog niet bijzonder veel van. Zijn we de Ratatouille geweest? Nou, dat was gewoon leuk. Ik moet zeggen, Ratatouille... Ik had, in mijn hoofd was die spectaculaire, die attractie of zo. Maar goed... Dat kan er zijn. We gaan vandaag even afscheid nemen van Armageddon. Want ik denk dat het de laatste keer is dat wij in Armageddon kunnen. Dat gaan we zo over doen en even in Rock'n'Roller Coaster. Heb je al die Yoda koeken? Yes. Oh, lekker man. Top. Ondertussen in de wachtrij voor Armageddon. Even kort een recensie van de Yoda koek. Er zijn groene koekjes. Die lijken op Yoda. Er zat eerst een gezichtje op. Dat was heel lelijk. Ze verkopen dus nu zonder gezichtje. Mark, verdikt. Ja, gewoon lekker. Ja, lelijk en lekker. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel een lekker koekje eigenlijk. Best groot ook. Het is bijna een lunch. Wat heb je daarvoor betaald? 4 en een beetje. Nou, best wel goed. Speciale Star Wars snacks dus. En nu Armageddon. Dat is best een lange wachtrij, ja hoor. Ok, maintenant tout le monde est là, je vais enfin me présenter, ça fait 15 minutes que vous m'entendez parler comme n'importe quoi. Je m'appelle Maxime, je serai votre assistant en réalisation. So, the show is going to be in French obviously, but you get the subtitles on the screen on both sides of the main one, ok? Pour tous les Français qui comprennent pas le québécois, déjà, dommage pour vous. Et ensuite, vous dites en...
will it hit? Probabilité de collision 100%. Nou, dat was het. Ja. Laatste keer? Laatste ja, keer? Ja, zeker. Ja, ergens vind ik het idee van in zo'n ruimte staan en dat er dan van alles gebeurt, vind ik ergens nog wel gaaf. Alleen, sommige dingen zijn echt over de datum. Ja, het is gewoon outdated. Goed dat ze het gaan aanpassen. En toch, dat die, nou ja, ja, ik kan wel spoilers doen, maar dat die vloer wegvalt, dat vind ik toch wel een... Dat is toch wel spannend. Ja, dat is vet. Alright, op naar Rock and Roller Coaster, de volgende attractie die verdwijnt. Hey everybody, we're very proud to have Aerosmith working in our studios today. Soon we'll be going into Studio C, so I ask that you refrain from using flash or video photography once inside. Hey people, what's happening out there? Listen, Steven, you know you're one of the On vient de m'informer que nous sommes prêts à accueillir nos VIP dans la zone d'essai pour leur voyage test. I just got word that the ride test demo sound is now download data. Mark, is het nou omdat ik net in de Orlando-versie ben geweest of is deze uitgang veel kleiner geworden? Nee, dit is wel een stuk kleiner geworden. Ja, dit is anders. Nou. Maar even eerlijk, Rock and Roller Coaster blijft leuk, toch? Ja, ik vind het toch de leukste. De leukste? Ja, ik vind het hier in het Studios Park wel de leukste. Leukste attractie, leuker dan Tower of Terror? Oh, ja. Oké. Okay. Nou ja, verder, ja, alles deed het. En ik kan me nog steeds niet voorstellen hoe dit ooit een Iron Man attractie moet zijn. Maar goed, dat gaan we dan wel meemaken. Wat gaan we nu doen? Hamburger klappen. Ja, de Café de Cascadeur is weer open. Nou, dat moeten we... Ik heb dat nog nooit gegeten. Nee, ja, dat is echt lekker. Voor de episode de ce soir, vous êtes la vedette. Et cet ascenseur conduit directement dans la quatrième dimension. Veuillez prendre le couloir sur votre gauche. To our valued guests, for your safety once on board, please remain seated with your seatbelt fastened, keeping your hands, arms, feet and legs inside the elevator at all times. And do take special care to supervise your children. Thank you. One stormy night long ago, five people stepped through the door of an elevator and into a nightmare. The door is opening once again. But this time, it's opening for you. Woo! The next time you check into a deserted hotel on the dark side of Hollywood, make sure you know just what kind of vacancy you're filling. Or you may find yourself a resident of the Twilight Zone. Nou, dat was Tower of Terror. Nou, die ken je. En wat heel tof was, is we vroegen aan de castmember of het in Engels mocht. En wat deed hij zowaar? Ja, ja, de rit was in het Engels. En dan is hij toch voor mij net even iets leuker. Ook al ken je de tekst uit je hoofd, je kan het dromen. Maar toch is het dan net even het leuker als je het even kan verstaan. Dan begrijp je net even wat meer wat over gaat. Op de achtergrond trouwens hoor je nu een Star Wars show beginnen. Want het is namelijk nu Legends of the Force in het Walt Disney Studios Park. Een soort van Star Wars seizoen. Er zijn wat shows. Er is s'avonds een vuurwerkshow. Of in ieder geval een nighttime spectacular op het Tower of Terror gebouw. Die daar ook een uur eerder dicht gaat trouwens. Maar dat is het ook wel. Vorig jaar, kan ik me herinneren, hing Studio 1 helemaal vol met grote ruimteschepen en dingen. Dat is nu niet. Maar goed, wel die shows en dat podium. Maar we gaan het overslaan. Want we gaan gewoon naar Disneyland Park, denk ik. Ja. Ik geloof het wel. Darth Vader die een keer boos kijkt, dat heb ik wel een keer gezien. Yo, ho, yo, ho, a virus love for me. Like all reality, piercing on woes and wizards like a boss. Zo, en dan toen was het 7 uur en dan gaat het park dicht, wat ik toch best wel vroeg vind. Maar, Mark. Ja, we staan nog in de wachtrij voor Big Thunder Mountain en we zijn de allerlaatste. Letterlijk de allerlaatste. En op de achtergrond hoor je wat knallen, dat is het vuurwerk van Illuminations. En wij gaan nog even dik in de mountain. Lekker man. Zo mooi hè, aan de ene kant zagen we net het vuurwerk van A Galactic Celebration in Walt Disney Studios. En dan aan de andere kant nu het vuurwerk van Illuminations. Ik vind dat toch wel magisch, persoonlijk. Ja, het is mooi. Vuurwerk blijft mooi. Ik vind de avonden in Disney het leukste. En het jammer is, als het park wordt tot 7 open is, dan is het zo kort.
het avondje. Het is nu net een half uur echt donker. En dan is het, gaat het park alweer dicht. Maar goed, dat is nu in februari zo. Vanaf maart, april, dan wordt het iedere keer 8, 9, 10, soms zelfs 10:30. En dan vanaf mei is het gewoon tot laat 's avonds open. Maar nu nog even het allerlaatste ritje van de dag. En Dicht in de Mountain. Want na ons in de wachtrij loopt niemand. Yes. Wat zeg je? Het was echt heel mooi. Mooi vuurwerk. Vuurwerk was heel mooi. Oké, Thomas, ik heb regelmatig dat ik wel negatief ben over Disneyland Parijs, maar nu ik het allemaal weer zo hoor, ik wil er toch wel weer heen als ik het zo hoor, weet je wel. Je krijgt zin om te gaan, hè? Je krijgt zin om te gaan, weet je wel. Die muziek en de all-ride, alleen al de geluiden van zo'n Big Thunder Mountain treintje en ook die geluiden in die Walt Disney Studios en Tower of Terror. Ja, dat is ontegenzeggelijk wel gewoon fantastisch wat we daar om de hoek hebben liggen. Ja, het blijft, denk ik... Het is een beetje stijfeltje wisselen met een aantal andere parken, maar toch wel, het hoort echt bij de allermooiste pretparken van Europa, misschien wel van de wereld. Ja. En ik heb me vermaakt. Ik heb me zwaar vermaakt. Ja, en Mark ook zo te horen. Wel leuk om hem in één keer terug te horen als van Molloot tot pretparkfan. Toch leuk. Molloot. Ja, Molloot. Ja, dat is een officiële titel. Hè? Dat, ja, want van de Trust Nobody podcast, als je dat interessant vindt. Ik zit even te bedenken, heb ik nog iets te zeiken over Disneyland Parijs? Want dat vinden we altijd wel leuk natuurlijk. Hè? We noemen het park stelselmatig Middelvinger Resort, omdat er heel wat middelvingers uitgedeeld worden naar de gasten. Is er nog wat te zeiken? Ja, nou, het is natuurlijk wel zo, kan ik niet ontkennen. Het Walt Disney Studios Park is in februari een beetje gênant. Het zijn een hoop schuttingen. En dat is toch niet echt gezellig. Dat is toch een rare pretparkbeleving. Omdat je komt binnen en het is meteen schutting, bam. Nou, het is in juli ook niet echt een park dat van alle kanten straalt. Maar ik snap het, in februari is het helemaal een beetje troosteloos. Zoals de grijze lucht en overal schuttingen. Ja, die grijze lucht, goed, daar kan Disney niks aan doen. Maar ik vond het dan toch dat hele Art of Animation gebouw in de stijgers. En, is het Tower of Terror al uitstijgers of niet? Nee. Maar ik moet zeggen, dat valt niet echt op. Okay. Mark bijvoorbeeld, die zag dat niet. Okay. Ik zei, kijk, die stijger. Oh ja, ik zie nou wat in de stijger staat. Dus misschien is dat iets wat wij als fans heel snel zien. Van, het halve gebouw is ingepakt. Maar ze hebben dat best goed weggewerkt, moet ik eerlijk zeggen. Met name de achterkant, echt van die print erop. Je moet het weten. Okay. Dus dat hebben ze best aardig gedaan. In het bandje zit trouwens Café de Cascadeur. Ja, die is heel vaak open, hè, de laatste tijd. Dat is dat hamburgertentje daar achterin. Ik was daar nog nooit geweest, maar man, wat een goede hamburger. En ook echt net zo groot. Dat is een officiële, oorspronkelijke, echte, originele coupé is het ook. Van een diner ergens of zo. Ja. Die hebben ze uit Amerika over laten komen. Ja. Oh, vet. Ja. Nou, de hamburger daar, kan je niks van zeggen, is een hele goede hamburger. Ja, je had wat plaatjes gepost via allerlei social media, waar je ons op kunt volgen. Ja, ik kreeg er wel een beetje honger van, ja. Verder, in het Disneyland Park is het Piraten en Prinsessen Festival. Nou, daar heb ik nog steeds niks mee. Ja, ik vind het wel leuk. Er gebeurt een hoop. Er is een hoop te zien en er wordt gedanst en gefeest. En hartstikke gezellig. Ja, moeten de mensen vooral doen, toch? Ik bedoel, leuk. Ik zit even te bedenken. Iets wat ik mij nog nooit opgevallen was. In Main Street. Als je met je rug naar de ingang van het park staat aan je linkerkant, dan heb je op een gegeven moment Lily's Boutique en Walt staat op het hoekje. Ja. Weet je waarom dat Lily's Boutique heet? Omdat het naast Walt zit en Lily is de vrouw van Walt. Exact. Ja, architectonisch zitten die twee gebouwen in elkaar. Mooi, hè? Ah, heel goed. Ja. Nou, daar in dat steegje, daar zit die dansschool op die eerste etage. Ja. En ik had dat nog nooit gehoord, maar dan hoor je echt iemand zo dansles geven. Dat is een heel leuk detail. Ja, er zitten heel veel grappige auditieve grapjes in die Main Street. Je hebt ook bij de tandarts, kun je als je daar staat, als je binnenkomt aan de rechterkant, heb je ook zo'n tandartsgebouw. En als je daar heel goed luistert, hoor je af en toe iemand ook schreeuwen van de pijn en zo'n tandarts. Echt waar, ja? Van die tandartsgeluiden. Er is inderdaad die tapdance school. Er is een pianist. Of tenminste, wordt iemand die krijgt pianoles. Dus af en toe hoor je zo'n pianoval spelen en dan hoor je dat die pianoleraar boos wordt. En als je verderop doorloopt en dan net boven de Gibson Girl, dus boven de ijswinkel, aan de kant van het kasteel, hoor je elke dag een man zeg maar uit bed komen en dan...
en heen en weer lopen. En dat is dan zijn tanden poetst. En dan ze aan het gorgelen is met water in zijn mond. Heel grappig. Echt een leuke... Dat blijft het ook doen. Dat staat nog steeds aan iedere dag. Volgens mij is dat nog steeds, werkt dat nog steeds. Ja, de dansschool in ieder geval heb ik gehoord deze week. Maar ik stond daar. Ik dacht, wow, dit is echt grappig. Ik ben er even blijven staan. Op een gegeven moment stopt het ook. En dan komt het na een aantal tijd weer terug. Ja. Ik heb het niet terug horen komen. Maar ik vind het zo grappig. Want er lopen daar miljoenen mensen voorbij. In een jaar. Ik denk dat bijna niemand het hoort. Maar ik vind het wel leuk dat ze het doen. Ik denk als je daar inderdaad in zo'n inhammetje zit en je hebt net wat drinken gehaald bij de daily of zo, dan ga je dat misschien wel onbewust oppakken, maar dat je dan niet eens door hebt dat het nep is. Omdat het zo, het komt dan heel realistisch over. Zo'n oud straatje en dan horen die geluiden erbij, weet je wel. Daar komt een paardenkoets voorbij, daar klaksoneert een oude auto en daarboven hoor je een tapdance school. Ja, vond ik leuk. Ja, leuk detail. Verder, ja, ik heb eigenlijk gewoon een hele leuke dag gehad. Het is wel zo, Maurice, ik moet je toch een beetje gelijk geven met terugwerkende kracht. Ik heb het nu een aantal keer gedaan. Eén dag op en neer naar Disneyland Parijs. 'S Ochtends vroeg, een uurtje of 5 wegrijden uit Nederland. Dan ben je er rond een uurtje of 10, 10:30, 11 rond die koers. En 's avonds weer terug. Het is te doen. Het kan. Maar je bent echt kapot. Echt, ja, je bent helemaal gebroken. Ik vind het zonde. Ik vind het een aanslag op mijn gestel. Ik vind het een aanslag op mijn portemonnee. Want ik vind het zonde van de benzine. Één dag. En ik vind het ook aanslag op mijn plezier, want ik loop daar niet. Ik heb minimaal één dag nodig zonder dat ik hoef te rijden daar. Ja. Maar konden jij en Mark allebei rijden of reed jij je eentje? Ik heb het helemaal gereden. Oh. Zeg ik dat goed? Nou ja, het laatste stukje zijn ook nog terug naar huis, dus nog een stukje gereden. Ja. En op heen ben ik anders gereden, want ik heb een enorme pokkenhekel aan dat stuk. Je hebt dan op een gegeven moment ga je van Lille naar Parijs, hè? Dat is die A1 is het geloof ik. Dat file staan 's ochtends. Ja, nou, nee, dat is die hele brede weg nog. En dan op een gegeven moment kom je bij Parijs aan en dan heb je twee knooppunten vlak achter elkaar. Dus moet je twee keer wisselen je van snelweg. Mm-hmm. Dan kom je op die periferiek van Parijs. Dat is een klote weg, laten we eerlijk zijn. Dat is verschrikkelijk. Dat is gaten erin, donk, 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 donk. Ja. En altijd file, altijd gedoe. Ja. Dus dan had ik bedacht, wat nou als ik via de andere kant aan kom rijden? De andere kant van Parijs. Dus ik rij hier weg uit het zuiden van Brabant, Tilburg, en ik rij naar Maastricht. Ja, dat had ik zelf bedacht. Mijn routeplanner zei, je bent gek. Naar Maastricht, naar Reims. In Frankrijk is dat. En dan kom ik zo op die snelweg die langs Disney ligt, vanaf de andere kant aan. Dan sla ik heel Parijs over. Dacht ik, goed idee, gaan we doen. Had ik uitgerekend dat als je zonder stoppen, doe je er 25 minuten langer over. Mm-hmm. Dan minder, andere kant. Minder frustratie. Maar veel minder frustratie, want het is een hele rustige weg. Inderdaad, is heel chill. Het is een hele rustige, kalme, relaxte weg. Wel tolweg, ongeveer net zoveel ben je kwijt als via de andere kant. Maar dat is veel relaxter dan dat gehaast, dat Antwerpen. En dat Lille waar je dan omheen moet met dat gedoe. En dan met Parijs met die rare viaducten en die gaten in de weg. En die Parijzenaren. Ik moet de baguette maar zorgen. Ja. Verschrikkelijk. Dus tip van Thomas. Ah, oké. Okay. Oh, je gaat nu vertellen van, maar het was verschrikkelijk, maar het was gewoon wel goed. Nou, nee, ja. Omdat je Tom zei, het is niet slim, en omdat je dacht van, het wordt geweldig, maar het was ook echt een goede... Ik bouw het verhaal op met spanning, ja. Nee, maar het is uiteindelijk goed gekomen. We zijn aangekomen. Ja. Ik kom er via de andere kant aanrijden. Het is een tip van Flip. Works for you. It works for me. Goed, moeten we door naar het volgende onderwerp. Bobbejaanland. Ja. Het echte nieuws. Ja. Want... Dit moet je me even uitleggen, Maurice. Nou ja, wij kregen enkele weken geleden een mail van Bobbejaanland. Of wij langs wilden komen op afgelopen zaterdag op een perspresentatie. Ja, helaas konden wij allebei niet. Nee. Maar wat we dus konden zien, dat Bobbejaanland daar gewoon even een mega themagebied gaat aanleggen. In samenwerking met de Leisure Expert Group, dat is een Nederlands bedrijf. En die gaan daar dus twee bestaande attracties gaan ze herthematiseren. Het gaat om de Typhoon en de Sledgehammer. Ja. En er komt een allebei ook wel toe aan een nieuw jasje, want het zijn geen slechte attracties, maar het zag er wel een beetje vervallen uit, laten we eerlijk zijn. Die Typhoon werd wel pijnlijke bak, hoor. Ja, vind ik wel een grappige achtbaan, moet ik zeggen. Ja, oké, ga door. Ja, maar goed, in ieder geval, die krijgen dus een nieuw jasje. En er komt een themagebied omheen te liggen. Dat themagebied heet Land of Legend. En in Land of Legends is er een overkoepelend verhaal. Het komt allemaal heel erg fantasie en bij elkaar gezocht over als wat is fantasievol en wat vinden we... Waar kunnen we heel veel uithalen qua inspiratie? Nou, dat is dus dit verhaal geworden over de Guardian. Dat is de Guardian of Elements. En de Guardian of Elements, dat is dus de heerser over vier elementen. Gaat dan over lucht, water, aarde en vuur. En elk element krijgt ook zijn eigen attractie erbij. De lucht gaat voor de al bestaande achtbaan Typhoon
gaat erbij horen. Het verhaal van de Sledgehammer gaat over een volk van aardwezens. Leg nog even uit wat de Sledgehammer is. Sledgehammer is een soort heen en weer slingerende schijf met stoeltjes rondom. Die best hoog gaat. Best wel gaaf ding. Ja, en echt voor de echte leek kun je het omschrijven als een schipschommel dat ook nog draait. Ja, heel hoog. Heel hoog. Ook een verhaal aan vastgeplakt over een aardwezens. Typhoon krijgt een verhaal over een heks die alles heeft vervloekt. Ja. Er komt een speelgebiedje voor kinderen met water en stapsteen. Dat is dan het gedeelte water. En vuur wordt verpersoonlijkt door een nieuwe achtbaan, Fury. En Fury gaat dus over een draak die je moet verslaan met een achtbaan. Mm. Nou. En Joris... Ja, maar dan niet de dappere die de draak verslaat. Ja, precies. Ja, ja, Onant ontvangt 1001 Belgische frank. Ja. Ja, exact, exact. Ja, ja, precies. En die, die achtbaan, dat opent allemaal als goed. Het hele themagebied opent zo in eind juni, juli. Ja. En als je nu de foto's ziet, dan denk je van oké, daar moet nog heel wat gebeuren. Maar goed, we hebben in Toverland gezien dat het heel snel kan. En toen we daar rondliepen op de bouwplaats vorig jaar, toen had het ook nog, duurde het ook nog maar een paar maanden voor het af moest zijn. Maar het is volgens mij iets wat echt, hoop ik, toch voor Bobby Haaland in ieder geval een soort ommekeer gaat brengen. Want... Ja, Bobby Haaland staat nu toch niet echt bekend als het meest gethematiseerde paradepaardje van de Belgische pretparken. Nee, laten we eerlijk zijn. Bobby Haaland is gewoon een lelijk eentje. Ja, maar met de opening van de Forbidden Caves een paar jaar terug. Ja, hebben ze wel al oké. Okay, ja. Ik wou zeggen, hebben ze wel een stap gezet in de richting van thematisatie. Nou, we zijn natuurlijk Theme Talk, hè, dus wij vinden dat allemaal lekker. Ze hebben ook Dreamcatcher hebben ze omgebouwd tot een soort thema-achtbaan met een nieuw station. En nu dus ook dit compleet nieuwe themagebied met daarin die vier elementen die ze vertegenwoordigen. Via vier attracties slash doedingen. Ik vind dat toch wel een goede stap de goede richting op. Ja, ik zit op die concept arts te kijken, zoals het dan heet, hoe het eruit moet gaan zien. Mm-hmm. Het hele themagebied, dus dat is die overzichtplaat, daar zie je die Fury liggen, Sledgehammer en Typhoon. Daar zie ik ontzettend veel groen op ingetekend, maar ik ken dit gebied in de praktijk, is niet zo groen. Nou ja, wie dus weet gaan ze heel veel planten aanplanten en bomen. Ja, het ziet er allemaal niet slecht uit. Het station van die Fury wordt een soort van kasteel, hè, als ik het zo zie. Ja, een soort oude burcht. Ja, het gaat dus over die Guardian of Elements die dan in het midden ook staat met een groot standbeeld van 6 meter hoog. Ja. Dus ze pakken er wel flink vooruit. En dan komt dus een enorme draak te staan middenin het gebied. Die komt in die achtbaan te liggen en de draak, er zit ook nog een draak bij het waterspeel. En die gaat ook bewegen, die draak? Dat weet ik niet. Nou, gaat hij vuur spuwen? Want dat doet hij op de concept art wel. Ja, ik weet niet hoe veilig dat is, maar wie weet. Nou ja, als het een draak wordt die eruit ziet, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de draak die je ziet in Universal Studios. Ja. In Diagon Alley, hè, de weg is weg. Daar bovenop Gringotts Bank, daar zit een draak en die doet één keer de zoveel tijd vuur spuwen. Als ze dat niveau weten te halen, en als ik het zo zie, want er is ook al een foto van het beeldhouwen. Dat ziet er best goed uit en groot en imposant. Als hij dan ook echt zo... Met zo'n geluidseffect af en toe vuur spuwt. Ja. Vet. Het zou gaaf zijn, hè? Ja, het kan echt heel gaaf worden. Zo die achtbaan wordt ook wel een heftig ding, want je gaat meer dan 100 km per uur en je gaat 4 keer over de kop. En nog een heel klein stukje achteruit ook nog eens. Dat is een bepaalde wissel die ze toepassen. Dus je vertrekt en met je wissel kom je op een afschietstuk terecht. Ja. En je gaat allemaal loopjes en dingetjes door en dan kom je uiteindelijk weer terug bij het station na een korte wissel. Waardoor er dus meerdere treinen op één baan kunnen. Ja, heel gaaf. Heel gaaf. Het ziet er goed uit. En ik zit een beetje te kijken naar die concept art van die Fury. Los van die draak en dat station. Het is echt een beetje zo'n ouderwets middeleeuws thema. Wat we eigenlijk al heel lang niet meer gezien hebben. De laatste keer dat ik een beetje terug zag komen was bij Ravelijn. Ja. Heb ik dat een beetje gezien. Ja, natuurlijk het is helemaal waar. Want Excalibur in Movie Park en natuurlijk Avalon in... Toverland hebben het ook wel een beetje met zien van die vaandels, weet je wel. Het is echt een beetje... Het voelt vertrouwd aan, maar toch ook alweer iets wat breed genoeg is om er een nieuwe impuls aan te geven. Dus ja. Het ziet er helemaal niet slecht uit. Dat pleintje, die kinderspeelplaats waar die waterspuwende slang of zo, wat is het? Een vies ding. Ziet er ook goed uit. Ja, ik ben eigenlijk best wel gewoon enthousiast over iets in Bobby Haaland. Ja, bizar, hè? Dit is uniek, jongens. Nou, Bobby Haaland werd altijd een beetje weggeschoven als het kindje dat... Ja, beetje inderdaad het lelijke eentje met weinig thematisatie. Maar stiekem is het toch wel een flinke investering. En ik ben ook heel blij dat ze dit doen. Want ik heb liever dat alle parken... of goed, ze zeggen wel eens van... A rising tide lifts all ships. Dus als het de kwaliteitsstandaard overal steeds hoger wordt... Ja. Hebben wij als bezoeker alleen maar een voordeel van. Ja, en toch een lanceerachtbaan. Mm-hmm. Efteling, waar blijf je? Ja, en ik vind het ook leuk. Dit wordt de 8e achtbaan in dit park.
Ja, ze hebben er veel, hè? Ze hebben veel achtbanen. Dat ja, stiekem, dat klopt, ja. Ja, ze hebben de Bob Express. Dat is een soort powered coaster die we ook gekregen met Max en Moritz. Naga B, dat was altijd deze, maar dat is een draaiende achtbaan. Dreamcatcher, een hangende achtbaan. Okidoki, kinderachtbaan. De Revolution is die grote achtbaan binnen waarbij je eeuwig naar links blijft draaien. Zit Mount Mara daar ook nog in? Daar is ook Mount Mara. Ja, okay, ik weet niet of die Mount Mara of dat volgend jaar ook weer opent. Maar goed, in ieder geval, Speedy Bob is een wilde muisachtbaan. Typhoon is dus die rammelbak die er al staat, maar hopelijk krijgt hij ook een beetje een update. En de Fury dus. Ja, dat zie ik op de concept art. Ziet Typhoon er steeds Typhoon uit. En wat ik wel jammer vind, is dat ze, en dat vind ik toch een beetje goedkoop, die letters laten staan bovenop die looping. Dat vind ik zo kermisachtig, maar ik zie op de concept art staan die er nog steeds. Ik zie trouwens een heel gaaf standbeeld midden op dat plein. Dus ja, tussen die attracties hoog, in. Ja, hoe hoog? 6 meter hoog, dat is die Guardian. Ja, dat ziet er heel goed uit hoor, op de concept art. En 6 meter hoog, dat is lang, dat is hoog. Ja, een voetstuk van 2 meter hoog en dan nog 4 meter beeld erop. Dat is helemaal niet verkeerd. Dat vind ik wel tof. Wij gaan naar Bobby Aland. Nou, we gaan zeker, Sowieso, we kregen ook een uitnodiging binnen, dus we gaan deze zomer een keertje kijken. Ja, we gaan gewoon lekker naar Bobby Aland deze zomer. Super vet. Heel gaaf. Oh, ik ben echt... Want ik had bewust... Ik dacht nou, als jij nou een beetje induikt, ik had er bewust niet echt goed naar gekeken. Ja, ja. Maar dit is echt... goed, ik weet niet wat ik zie. Ja. En dit is ontworpen door Nederlanders waarschijnlijk. Want, De Leisure Expert Group, dat komt uit het oude Jora Vision. Oké. En die bouwen ook al die dingen, al die ja, het wordt door verschillende decorateurs opgebouwd. Maar, en er trouwens komt ook muziek bij van mijn favoriete pretpark muziekinstantie, IMAScore. Oké, maar dat zal dan wel weer klinken als Avalon. Wat wel weer hetzelfde als Avalon en al die dingen. Maar goed, eigen muziek, dat vind ik, kan ik altijd wel toejuichen. Ja. Nou, mooi. Bobby Aland staat genoteerd. Goed, we gaan er naartoe. Over Avalon gesproken trouwens. De minimumlengte van Phoenix wordt bijgesteld naar 1,32 meter. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Heb ik ook gezien. Waar moeten we nog op? De oude Tuffer. Laten we het, als we het toch even over attracties hebben die een nieuw jasje krijgen. Ja. Nou, daar heeft iedereen zijn plasje al over gedaan in pretparkland de afgelopen dagen. Maar de Efteling gaat de oude Tuffer aanpassen. Ja, want de afgelopen zondag ben ik na mijn werk gelijk richting de Efteling gereden. En zijn we het park ingerend om 5:30. En hebben we nog het laatste ritje, ongeveer het laatste ritje van de oude Tuffer mee kunnen pakken. En ik dacht, aangezien het toch een podcast is, maak ik even een voice clipje. Ja, en dit geluid gaan we de komende weken niet meer horen, want de oude Tuffer die gaat helemaal naar onderhoud. We weten eigenlijk alles al, maar ik vond het wel leuk om even 5 minuten voor sluitingstijd op de allerlaatste dag nog een rondje te maken in deze kenmerkende oude Tuffer. Over een paar weken gaat hij weer open. Op zaterdag 20 april. En dan kunnen we genieten van pick-up trucks en boerderijthematisatie. Nog even een bochtje maken, want nu moet dat nog. Brug over. En zo meteen kunnen we klaksoneren en kunnen we allerlei geluidjes horen en ook on-ride muziek. Maar tot die tijd is het nog leuk om even naar dit kenmerkende geluid te luisteren, want wie weet horen we het helemaal niet meer terug als dadelijk de nieuwe Tuffer opent. Ah, ik ga toch wel een beetje missen hoor. En jij Thomas? Ja, nou, ik weet dat ik als kind er ook altijd in wilde. Echt, hebben we het over 5-jarige niet Thomas. Niet weg te slaan. Ja, of ik het nu ga missen, ja, nee. Ik ben een paar jaar geleden was ik hier met vrienden in geweest, geloof ik. Maar nee, het is niet echt dat ik het ga missen. En ik heb me voorgenomen te wachten met mijn oordeel tot dit alles open is. Want ik kan me er nog niks bij voorstellen. Klaksoneren om interactieve dingen aan de praat te krijgen. Ja, het boerderijkippen klinkt... die op gaan vliegen, on-ride muziek. Ja, die boerderijkippen, dat klinkt dus een beetje als wat die Bobbaan in Toverland al heeft. Hoe heet dat ding ook alweer? Ja, de Maximus Blitzbaan. Ja, dat heeft Peter van Holstein prachtig opgeknapt, dat ding. Er zit ook een paar van die boerderijscènes in. Met... Ja. Dat is weliswaar niet echt interactief, maar je komt er doorheen. Ja. En dan gebeurt dat. Ik ben dus heel benieuwd. Wordt het zoiets? Of wat wordt dit? Het thema boerderij heeft de Efteling nog nooit echt geclaimd, maar het is ook niet echt iets nieuws. De Plopsalante pannen kun je ook al sinds jaar en dag met een tractor door de Big & Betsy hoeven rijden. Nee, ja. Ik weet het niet. Ik moet het afwachten. Ik kan ook de concept art vind ik ook te vaag. En pick-ups met klaksons, ik snap er niks van. Ik vind 1,8 miljoen euro trouwens best wel een hoop geld. Ja, dat is meer dan wat de attractie destijds heeft gekost. Oh ja? Ja. Ik kan me er nog geen voorstelling van maken. Het enige is wel dat als je dan de oude Tuffer daar hebt liggen op dat hoekje. Die ligt dan naast de Halve Maan, wat een soort van haventje is. Je hebt aan de andere kant heb je Station de Oost.
Ja. Vind ik een boerderij daar niet echt in passen. Maar goed, dan ga ik wel weer echt heel erg op storytelling themaniveau zitten. Dan denk ik, ja, waarom is daar dan weer in één keer een boerderij? Ja, dat snap ik dan weer niet. Misschien moeten ze er een soort haven van maken of zo. Dat er daar allemaal wagentjes rijden die dan vol met kisten geladen en visnetten eroverheen getrokken. Die dan af en aanrijden om de dorpen te bevoorraden vanuit de haven. Nou, dat zou ik leuk vinden, ja. Oh, dat zou een goede zijn, Dat je een tuffertje hebt met kaneel en een tuffertje hebt met kruidnagel en nootmuskaat. Ja. Dat je dan als grapje al die kruiden uit het vakje van Doorn en Roosje, weet je wel, die koks. Ja, dat je dan al die kruiden dan laat rondrijden. Nou, zie je, wij doen weer het werk voor de Efteling. Ja. Als ze luisteren, dit moeten jullie doen. Ja. Maar ik ga voor een keer, onthoud dit. Je mening voor je houden. Mijn mening voor me houden. Moet je nagaan. Ik was net al positief over Disneyland Parijs. Daarna positief op Hobbyaanland. En nu ga ik een keer niet iets afschieten voor het af is. Ja. Ik kan het wel. Ik ben wel benieuwd naar jouw mening over iets anders van de Efteling. Oh, de carnavalskraker. Hallo. Oh ja. Ja. Je weet natuurlijk, ik ben een carnavals-dj. Ja, ik wou zeggen, jij bent natuurlijk overal in te huren voor feesten en partijen. Oh jee, punctueel. Staat hij al in je playlist? Het is ongeheurd wat er gebeurt. Ik heb hem gekocht. Wat doe ik dan? En ik heb hem bij me. Als toch weer 99 cent richting de Efteling. Als iemand... ik weet niet of het richting de Efteling gaat. Maar ik heb hem bij me. Hij staat ingeladen in mijn recordbox, zoals dat dan heet. Want ik moet met de carnaval sta ik echt urenlang te draaien, overal en nergens. Ik heb hem bij me, maar ik weet nog niet of ik hem ga draaien. Oh nee. Ik weet nog niet of ik hem echt... ik heb hem tot op heden, want ik heb de Prinsenbal en Tilburg al plaatjes gedraaid, heb ik hem niet gedaan. Nee, maar misschien komt dat nog. Maar jij hebt uren en uren en uren lange carnaval tracks gehoord in je leven. Ja, gaat een keer gedraaid worden. Tuurlijk. Ja, maar je hebt in je leven al heel veel gehoord. Nou ja, goed, dus ik zie jou even als een carnavalskenner. Je bent even de Lamme Frans van ons twee. Ja. Leg even uit, wat vind jij ervan uit carnavals oogpunt? Oeh, uit carnavals oogpunt, prima plaatje. Het heeft iets weg van de oude André van Duin. Ja, van de balletjes van de koningin. Ja, een beetje in die hoek, weet je. Dat is niet echt Brabants carnaval, maar ik vind het wel leuk. Ik hou ervan, weet je. Ik vind het heeft een hoog entertainment gehalte. De clip is leuk. Nee, het is prima. Het is misschien wat makkelijk. Ja, hallo, liedje. Carnavalsmuziek. Nee, maar je hebt ook... Nee. Denk je dat daar ooit langer dan 20 minuten over is nagedacht? Zeker. Ja, zeker. Nee, dan doe je de carnavalsmuziek tekort. Ik ben zelf een groot liefhebber van de muziek van Vulgaire. Mm-hmm. Stripcoveur. Stripcoveur, nou, dat is een kapte, stripcoveur. Nou, fantastisch. Maar dat is toch andere koffie. Overigens, fun fact. Zowel Vulgaire met stripcoveur als Oje Punctueel met Het is ongehoord wat hier gebeurt, staat in de Kiesje Krakenlijst van Omroep Brabant. Ja. Dus kun je stemmen? Die kun je op stemmen op www.omroepbrabant.nl/kiesjekraker. Ja, ik ga ervan uit dat alle Efteling-liefhebbers natuurlijk gewoon op OJ.wel stemmen. Ja, ik heb gewoon op OJ.wel gestemd, hoor. Ja, ik heb leuk. Op Stripcoveur gestemd. Maar ik vind het, nogmaals, ik vind het leuk dat de Efteling dit doet. En mijn welgemene complimenten, want het is heel graag geen slecht nummer. Nee, en ze hebben ook enkele jaren geleden met Atje een nummer uitgebracht. Van ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ja, die dat was echt om te janken. Ja. En ze hebben ook nog een keertje een poging gewaagd met een dance mix van Houthakken. Ik weet niet of die met carnaval werd uitgebracht, maar volgens mij wel rond die tijd. Ja. Ik zag wat commentaren op de Twitters van Efteling fans en Efteling medewerkers. Van, moet dit nou wel? Ja, dus off-brand. Ja. Ik had ook, begreep ik, was er wat vrevel onder Efteling personeel. Dat hoor ik dan weer in die wandelgangen waarin ik wel eens verblijf. Mm-hmm. Dat niet iedereen bij die clipopname mocht zijn. Oh, ja? Dat vind ik dan wel weer lastig. Want als je als bedrijf dan zoiets doet en ik zie dan wel de directeur erin rondlopen en de bobo's, zeg maar. En dan denk ik, en mensen van, ik denk, hey, die is voor mij voor de communicatieafdeling, dat soort types, weet je. Dan denk ik, ja, je moet geen kwaad bloed zetten binnen je eigen organisatie. Een feestje van park of van een afdeling? Ja, een feestje van de elite. Dus je heeft die morgen de toiletten schoon zitten schrobben, die moet er eigenlijk ook bij kunnen zijn. Vind ik dan, maar goed, wie ben ik, hè? Misschien is het wel zo geregeld en is er één iemand gefrustreerd. Dan kom ik die toevallig tegen de wandelganger. Dat weet ik doet mij een beetje denken aan iets wat dan op een vrijdagmiddag is van... Oh jongens, we gaan geen Vrijmibo doen deze week. We gaan eventjes een clipje opnemen. Dus kom allemaal even naar gebouw 3.C en neem even een mutsje mee. En dan gaan we even een dansje doen. Ik heb nog niet idee dat er zoveel mensen... Ja, ik weet er trouwens niks van hoor. Maar het lijkt mij niet iets wat bewust zo zou geregisseerd zou zijn. Denk ik. Ah goed... Op de clip ziet het er leuk uit en het klinkt goed. En er zit een tutertje in van de Paroespromenade van... Ja, leuk. Dat hoorde ik ook al, dat dingetje. Er zitten sowieso best wel grapjes ook in de clip.
staat iemand papier te eten die Gijs heet, weet je wel. Papier hier staat achter de tap. Ja, leuk. En er staat dan bier hier op de tap. Die ziet een Joki en Jetsi in de verte hangen. En dan loopt iemand rond met een laaf. Nou goed, hè? Gelaafd, alaaf. Ja, ja, leuk. Mag ik trouwens qua creativiteit en art direction van de carnavalskrakers toch even mijn complimenten uitspreken voor Lammer Frans met de Zuipschuit. Mm-hmm. Want die videoclip, fantastisch. Je zou bijna willen dat de mensen die dat hebben gemaakt, dat die een pretparkattractie gaan ontwerpen. Want het zit vol met dingetjes, verwijzingjes, het decor is goed, de verlichting is goed. Ja, bloemkolen, paard in de gang. In de muziek zitten allerlei grapjes. Heel goed. Nee, echt heel knap gedaan. Ja. Maar goed, het is geen Lammer Frans talk. Nee. Trouwens, Lammer Frans wel een fan van pretpark ook, hè? Weet ik, ja. Klopt. We gaan door. Yes. Met iets heel anders. Namelijk, en ik ga gewoon even iets geks doen. Als ik dan roep... daar ben je! Nou, dan gaan hier mijn nekhaar al recht overeind staan. Dat mag niet. Het wordt toch wel een beetje het jaar van de Lion King. En het verhaal gaat nu... melden een aantal Amerikaanse pretparkmedia dat er vergevorderde plannen zijn voor een Lion King attractie in Animal Kingdom. En dat zou wel eens een attractie kunnen zijn die op zeer korte termijn al verticaal gaat, zoals het dan heet. Dus echt gebouwd gaat worden. Jeetje. En op zeer korte termijn al open kan gaan. Misschien zelfs volgend jaar al. Dus dan hebben we het over 2020 of... Open of gaan open, bouwen? Open. Klaar. Af. Go. Wat is dat? Waar? Hoe? Wat? Vertel. Ik weet niks. Er is namelijk, we weten dat voor de bouw van Pandora is Festival of the Lion King verhuisd. Hè? Dat is, dat is die show. Ja, nou, dat is de oude Camp Mini Mickey. Ja, dat is verplaatst naar een nieuwe locatie. En wat men heeft toen al bij het ontwerp van die nieuwe locatie rekening gehouden met een fase 2. En er zou een family-friendly attractie bij kunnen in de trant van bijvoorbeeld de kleine zeemermin, de Little Mermaid Ride in Magic Kingdom. Gebaseerd op de tekenfilm. Uit 1995 is het, geloof ik. Ligt de animatiefilm dus echt met Simba en Hakuna Matata en I Just Can't Wait To Be King. Dat soort scènes. Waar je dan waarschijnlijk met een omnimover doorheen gaat. En dat is een attractie die ze blijkbaar vrij snel kunnen bouwen. Er is ook al een vergunningaanvraag geweest. Die is vrij kort geleden afgegeven. Ik heb even de datum. Mm-hmm. De film komt uit 1994 trouwens. Oh, 1994. Er is een vergunning aangevraagd, afgegeven op 23 januari. Waar inderdaad een aanvraag wordt gedaan om dat er constructie kan plaats gaan vinden op een plek tussen dat Festival of the Lion King en Pandora in. Het zou in het Afrika gedeelte komen. Ja, en, waar nu die houten brug ligt. Ja, en daar zijn gewoon wat echte fans die het eerder bij het juiste eind hebben gehad. Dus bronnen, die melden dus dat een Lion King attractie kan gaan worden. Dat zou heel gaaf zijn. En het idee is dan dat Californië en Parijs hebben nu een festival gekregen met de Lion King. En in Walt Disney World is het stil. Er wordt, zoals het er nu uitziet, helemaal niets gedaan aan de release van The Lion King deze zomer. Dat is natuurlijk opmerkelijk. Dat moet waarschijnlijk de grootste Disney film aller tijden worden. Dat begint het wel een beetje op te lijken dat een enorm succes gaat worden. En Walt Disney World zegt niks. En het idee is, maar goed, dat is een beetje koffiedik kijken. Precies, dat ze rond de release van die film, misschien wel 2 weken na de release van die film, ineens bekendmaken, bam, er komt een Lion King attractie in Animal Kingdom. Ze hebben het ook nodig, blijkbaar. Ik dacht even wel, Animal Kingdom, die hebben toch net een hele grote uitbreiding gehad. Expansie ooit ever. Ja, maar als straks de attracties in Epcot en Hollywood Studios weer open zijn, is Animal Kingdom gewoon weer het park met de minste attracties. Ja. Dus nou ja, goed. Het verhaal gaat, of het waar is, weet ik niet. Omdat slag om de arm. Maar het klinkt heel plausibel. En ik kan me ook voorstellen, zo'n omnimover attractie in vergelijking met Little Mermaid attractie. Volgens mij kan je die best snel bouwen. Ja, je zet gewoon een grote loods neer met wat omnimover karretjes die rondrijden in een eindloze slinger. Ja. Poppen erbij, muziek erbij. En ik zie het wel voor me. De animatieversie. Ik zie Hakuna Matata scène voor waar alles beweegt. De bomen en je Timon en Pumbaa ziet. Ja. Ik zie een I Just Can't Wait To Be King. Alleen de tragische scène dat je zo om die dode leeuw heen rijdt. Zo, en dat Simba daar zo knielend bij. En dan, ja. Over een vliegen ook op dat lijk, weet je wel. Ja. Heel sfeervol. Ja, zin in. Na een paar jaar terug, waarschijnlijk al 20 jaar terug, 15 jaar terug, was er een fan die had een enorm concept uitgewerkt voor een Lion King attractie in Animal Kingdom. Ja. Met die grote Pride Rock, hè, die grote rots waar dan in het begin
die aap op staat met Simba. Mm-hmm. Dan ging je dan naar binnen en dan ging je met een auto ook het hele circuit afleggen. Of eigenlijk de hele film ging je langs. Mm-hmm. Met op een gegeven moment ook door die grot heen waar Scar dan zit. En dan Be Prepared werd gezongen en dan overal opstomende rotsen. En, dit was echt fanfiction. Ja, ja, fanfiction. Ja, is er nooit van gekomen ook. Nooit van gekomen, maar het zou wel heel gaaf geweest zijn. En toen werd wel de vraag gesteld, waarom is er nergens ter wereld een Lion King attractie? Ja. Ik denk trouwens dat je er rekening mee moet houden als dit klopt, als het inderdaad een attractie wordt in de trant van The Little Mermaid, dan denk ik dat je er rekening mee moet houden dat het geen attractie wordt waarin we Simba bezoeken. Maar ik denk dat het misschien dan een Timon en Pumbaa attractie wordt. Misschien wel Hakuna Matata The Ride, dat je dus alleen in de jungle bent. Oh. En dat je daar, ik denk dat dat logischer is dan wanneer het hele verhaal, sowieso ben ik niet zo voor attracties die hele verhalen uitbeelden. Ja, zo hoort dat, hoe noemt Tony Baxter dat ook weer, een boek, maar daar ben ik, een boekreport attraction. Dankjewel. Nou, daar ben ik dus niet voor, dus ik zou het wel leuk vinden als het een attractie is waarbij je langs kan gaan in de jungle bij je vrienden Timon en Pumbaa. Ja. Die met jou uiteindelijk in de grote finale Hakuna Matata zingen. Ik zie het voor me. Nou. Maar goed, het is allemaal natuurlijk koffiedik kijken. 23 januari is er wel een vergunning afgegeven om op die plek voorbereidende werken te doen. Zoals we dat dan noemen. Hè. Dus er mag grond verzet worden en er mag elektra aangelegd worden. Nou, om met de woorden van Simba te spreken. Oh, I just can't wait. Heel goed, man. Mooi, man. Laten we er nog even wat reacties bij pakken die mensen hebben achtergelaten op themetalk.nl/reageren. Daar kan je naartoe gaan. Kan je meedoen met onze podcast. Doe dat vooral. Lotte heeft gereageerd op vorige week. Toen wij het even hadden over het Rijksmuseum, Maurice. Dat jij zei, Rijksmuseum vind ik stom. Zij mailt ons. Naar aanleiding van jullie gesprek over Amsterdam en jullie geplande bezoek aan het Rijks. Nog een tip. Ze doen daar in vakanties, in elk geval in de zomer- en kerstvakantie het afgelopen jaar, een escape game. Je gaat daarmee dwars door het museum om puzzels op te lossen die ze tussen de kunstwerken hebben verstopt. De versie voor experts vond ik leuk en uitdagend. Wellicht een tip voor jullie, zodat Maurice zich daar niet hoeft te vervelen. Groetjes Lotte. Dat klinkt wel leuk. Ja, want jij bent nog steeds niet van plan om met mij gewoon rustig naar de nachtwacht te gaan kijken. Nou, ik wil heel graag met jou naar de nachtwacht gaan kijken, maar als ik zo'n escape game kan spelen, dan heb ik daar natuurlijk geen tijd voor, Thomas. Nou, ik ben wel op zich wel, ik hou er wel van als die oude klassieke culturele erfgoed dingen wat in een nieuw perspectief zetten. Dus ik vind het wel leuk als ze zo'n nachtwacht in één keer gaan omkleden met een escape game. Ik ben zelf wel fan van escape rooms. Ik heb zelf toevallig ook een escape room in Waalwijk. En ik vind het leuk als oude klassieke verhalen op een nieuwe manier worden verteld. En dit is iets wat ik misschien wel leuk ga vinden. Ik weet dat steeds meer musea en oude burchten en kastelen op zoek zijn naar nieuwe manieren om hun achtergrond duidelijk te maken via storytellende themabelevingen. Waaronder escape games. Ik heb nog een andere reactie. Beste Thomas, beste Maurice. Graag wil ik jullie bedanken voor de heerlijke podcast die jullie maken. Omdat ik in Broel werk, maar in Maastricht woon, breng ik dagelijks meer dan 2 uur op de weg door. Jullie vermakelijke podcast zorgt ervoor dat die tijd omvliegt. Ik ben al meer dan 20 jaar pretparkfanaat en actief bij de ECC en Theme Park. Nu ik een gezin heb, schieten de pretparken er toch wel bij in. Jullie podcast helpt me goed geïnformeerd te blijven op een makkelijke manier. Dank daarvoor en ga zo door. Groeten Alain Garnier, Marketing Manager Nederland van Fantasialand. Oh, we zijn volgens mij niet de enige die een mail heeft gekregen van deze meneer, toch? Nee, ja, dat is... Kijk, ik vind dit lastig. Ja. Ellen, laat ik eerst even beginnen. Bedankt voor je mail. Ja, en super tof. Ligt het even toe. Blij dat je naar ons luistert. Maar je was inderdaad in het nieuws afgelopen week. Althans, Loopings had er nieuws van gemaakt. Want er is wat gedoe met een YouTuber. Ik wil zeggen dat ze verschillen, dat iets in het nieuws is of Loopings heeft een artikel nodig. Maar Loopings is tegenwoordig zo groot in de petpark fan community dat als Loopings zegt dit is nieuws, dan is het nieuws. Ja, daar kunnen we niet omheen draaien, dat is helemaal zo. Zij zijn de agendazetters, zoals het dan heet in de journalistiek. Jij hebt een diploma, ik niet. Maar op een dag, Thomas. Nou, maar waar het op neerkomt is dat er was een YouTuber. Die hele gast interesseert me ook niks, sorry. Ik hoop niet dat hij luistert. Maar die gast die maakt filmpjes in een achtbaan. En dat mag niet in Fantasialand. Want die mag geen on-rides maken. Daar ben ik het overigens mee eens. Tot op zekere hoogte. Kijk, je hebt mensen die maken on-rides. Die houden gewoon de camera voor hun. Wel in hun hand. En die filmen dat. Deze guy, die houdt zijn camera. Die steekt zijn arm helemaal uit.
En die zit dan lekker zichzelf te filmen. En ik zie daar ook wel een risico in. Want ja. Hij heeft zijn hand echt in de lucht. Alsof hij lekker in een willekeurig gondeltje zit van de gondoletta. Ja, maar je zit gewoon in... hij zit bijvoorbeeld in Colorado, hoe heet dat ding ook weer? Ja, de Colorado Adventure. Ja, dat is een Michael Jackson Thrill Ride. Je weet, een van mijn favoriete mijntreinen. Dat is ook een heftige mijntrein is dat. En onvoorspelbaar ook. En je duikt op een gegeven moment het donker ook in. Precies. En dan weet je niet hoe je gaat. Nee, en deze guy houdt als een telefoon zo lekker narcistisch in de lucht. Ja, of camera, ik weet niet wat hij heeft. Maar moet je, ik kan me best voorstellen dat Fantasieland daar moeite mee heeft. Daarom hebben ze dat verboden. Het is namelijk ook lastig. Als jij, ja, je moet één lijn trekken. Als jij gewond raakt door iemand anders zijn camera, ja. Dat is een probleem. Nou, wat gebeurde hier is dat er is een discussietje geweest. En die is uit de hand gelopen. En Fantasieland had, vind ik, niet moeten dreigen met een parkverbod. Als deze man zijn video niet offline zou halen. Ja, met terugwerkende kracht ook. Hè? Dat is een beetje... Ja, dat ligt een beetje gevoelig. Dat grinkt een beetje. Ja, ik had dat zelf niet gedaan. Laat ik dat vooropstellen. Maar ik vind zo'n YouTuber ook niet heilig. Dus nee. Ik denk, ja, waar hebben we het hier nou over? Ik vind eigenlijk heel veel YouTubers uitermate irritant met van... pranks, oh my god, oh vlog, oh ja. Wat er nu gebeurt, zul je nooit geloven. En dan... Podcasters zijn veel leuker. Podcasters zijn fantastisch. Die nemen gewoon hun camera niet mee. Die laten die gewoon in de auto liggen. Nee. En dan gaan nu mensen zeggen... Met Thomas, ik hoor jou eerder in deze aflevering... had je een onride gemaakt van Rock and Rollercoaster en Tower of Terror. Dat klopt. Maar ik zal jullie vertellen hoe ik dat doe. Mijn telefoon gaat de dictafoonmodus aan. En ik heb hem dan gewoon in mijn broekzak zitten. Ja. Maar dan steekt de microfoonkant... die steekt net boven het randje uit. Die zit dus gewoon vast. Ja. En hij staat gewoon aan. Ik heb niet in mijn hand niks. Nou, ja. En dat mag ook. Lijkt me wel. Je moet je bagage zelfs meenemen. Ja, ja, ik had het moeilijk in het station achterlaten. Dus ja. Dat einde discussie daarover. Ja, de discussie Alain Garnier. Ik vind het lastig. Ik vind het aardig gast, want hij stuurt ons een leuk mailtje. Ja, ja. Dan heb je bij ons gewonnen. Dan heb je ons gewonnen. Ja, hij was de eerste die mailde. Dus ja. Ja, het is wel een beetje... Ik snap wel dat je niet moet... Hij dreigt met een parkverbod als de video niet offline komt. En er wordt gedreigd met een parkverbod als deze mail vervolgens openbaar wordt gemaakt. Doe dat nou niet. Je hebt een superleuk park. Gave achtbaan. Taron, mijn favoriete achtbaan ooit ever. Ja. Fantastische achtbaan. Echt Japas geweldig. Black Mama. Dat park heeft dat niet nodig. Nee, het zijn zo van dictatoriale trekjes die ze daar hebben. Ook, je hebt er eerder verteld dat je mag het vuurwerk niet filmen. Ja, je mag het vuurwerk niet filmen. Je mag... Dat is absurd. Dat is echt, waar gebeurt dat? Ja. Dat is echt enkel en alleen maar in Fantasieland. En ja. het park heeft dat niet nodig. Nee, doe dat nou niet. Moeten ze niet doen. Nee. Dat is een heel raar. Dat is een pretpark waar je dan van die regels hebt. Dat je denkt, waar gaat het over? Ik kom er ontzettend graag. En Lingbao en Matamba. Het zijn fantastische hotels met ontzettend lekkere restaurants. En daarom geweldig, ja. En de investeringskwaliteit is van... Dat overstijgt menig Europees park. En daar bedoel ik ook Disneyland Parijs mee. En het... Maar dan gaan ze zo moeilijk doen. En dan gaan ze moeilijk doen over zo'n video van zo'n kansloze vlogger. Doe dat nou niet. Nee. Mail gewoon van... Hey, je filmpje is gemaakt op een manier waarop wij volgens mij kunnen aflezen dat het onveilig is. Haal er even af. Of weet ik veel. En we zijn goede vrienden. En als hij dat dan niet doet. Ja. En de discussie is ook gewoon dat er andere YouTubers zijn die dan wel met toestemming on-ride hebben. Maar daar is er dan begeleiding bij. En hebben ze een harnas om waar die camera ingaat. Ja, want we zijn hier nog even met Alain ook in discussie. Of tenminste in discussie. We hebben hier ook even wat vragen gesteld via de mail. Even wederhoor gepleegd. Zoals we doen. Hè? We roepen nooit iets zonder dat we het gecheckt hebben. Zeker niet. Behalve die keer dat ik ervan overtuigd was dat Bob... die andere 500 keer. Maar in ieder geval, af en toe dan hebben we het wel eens bij het rechte eind. En nu hebben we dus even gevraagd aan Alain. En hij vertelt ook van, kijk... Want ik had bijvoorbeeld gestuurd naar video's van eerdere vloggers. Die zeggen van die zijn in 2014 gemaakt. En dit verbod is pas sinds begin 2016 van kracht. Natuurlijk werken verboden niet met terugwerkende kracht. De reden dat we het on-ride filmen verbieden is de veiligheid. Hè? Wat we net al zeiden. Alain zegt, als het moment dat een camera loslaat en als een projectiel door een attractie gaat. En om één lijn te trekken passen we het in alle attracties toe. Want het wordt anders heel verwarrend om het allemaal uit te leggen en te handhaven. En dan zegt ook dat als bijvoorbeeld medewerkers in Taron zien dat mensen met een camera rondrennen of aan het filmen zijn in de achtbaan, moeten we op een noodknop drukken, moet heel die achtbaan worden rondruimd en dat is stilstand en vertraging tot wel een uur. Dus ik snap wel dat ze daar inderdaad dat tegenhouden. Ja, vind ik een goed beleid. Kan ik hem helemaal in vinden. Ja. En hij zegt nu ook, regelmatig faciliteren we YouTubers, maar dit moet wel zakelijk verantwoord zijn, want het gebeurt immers onder begeleiding en dit zijn werkuren. Dus betaalde uren voor medewerkers. Een YouTuber moet dus een bepaald bereik hebben en of een bepaalde inhoudelijke kwaliteit neerzetten. Kortom, de inspanning onderzijds moet in verhouding staan met het te verwachten bereik.
dan is er veel mogelijk. Ja, nou, logisch. En deze jongen heeft heel weinig views. Ja, ja verder is het... Ja. Ja, dan kan je ook niet gaan afdwingen dat je uitgenodigd wordt voor zoiets, nee, toch? Kun je zeggen als je 5 subscribers hebt van... Hallo, ik wil... Dat gebeurt hoor. Oh, dat gebeurt zeker met Pret Twijfel. Ongetwijfeld. Ja. Maar goed, ja. Ik vind het op zich een redelijk verhaal dat je zegt... joh, omwille van de veiligheid staan wij dit niet toe. Ik heb wel een tip voor Fantasieland. Ik denk dat ze niet de YouTuber moeten benaderen, maar YouTube. En moeten zeggen, die video lokt gevaarlijk gedrag uit. Namelijk het filmen in een achtbaan. Ja. Ik wil het eraf hebben. Ik ben er 100% van overtuigd dat de moderators van YouTube, van Google... Ja. Dat die zo'n video nog met sneller dan het licht gewoon offline halen. Ja. Dus doe dat de volgende keer gewoon. Dan ben je er vanaf. Want dit is niet handig. Maar ik ben het... verrassende mening misschien. Maar ik steun wat dat betreft Fantasieland in deze. Alleen ik zou ze willen oproepen om het in het vervolg wat voorzichtiger. Ja, niet gelijk die hakken in het zand. Even die fluwelen handschoentjes. Hè? Ja, ja. Ja, en wat ik dus ook inderdaad... Dat je vuurwerk niet mag filmen. En zo, dat vind ik heel scheef. Maar goed, dat gaat hier verder niet over. Ik ben het denk ik ook voor 51% eens met Fantasieland. Maar Anne, bedankt voor je mail. We hebben nog een mailtje gekregen van Michiel Royakkers. En het gaat weer over pretparkmuziek, net als vorige week. Dat is een leuk onderwerp, hebben we het graag over. Hij mailt, hallo Theme Talk. Ik als muziekkenner ben benieuwd welke attracties die onboard muziek hebben het mooist bij elkaar passen. Dus dan de attractie bij de muziek. Dus dat de rit het beste in sync is met wat je ziet en hoort. Groetjes, Michiel. Dat is een goede vraag. Onboard muziek vind ik steeds belangrijker worden en heel goed. Ik ben daar wel een fan van, als ik eerlijk ben. Ik zou zeggen... Ja, ga je het dan ook hebben over bijvoorbeeld... zo'n Harry Potter en de Forbidden Journey track? Ja, dat telt ook mee, ja. En Dragon, Gringotts. Gringotts, ja. Dat zijn ook on-ride muziek. Ja, maar dat is echt op maat geknipt. Ja, dat is een beetje lastig. On-ride muziek die het beste past... Ja, Vogelrok vind ik altijd wel goed passen. De oude Space Mountain. Ik vind het einde van Vogelrok dus niet goed passen. Ik vind Vogelrok eigenlijk perfect, de muziek. Mm-hmm. Lift is precies goed getimed ook. Ja. Is het erop. Alleen de finale komt altijd op een raar moment. Ja, het is wat epische muziek terwijl je gewoon een soort rangeergedeelte overrijdt. We komen het station weer in, weet je wel. Ja, ja. Ja, maar dat mag ook wel, want je wordt onthaald. Hè? Je bent een held, je hebt natuurlijk net dat hele avontuur afgelegd. Dus... Ja, oké. Okay. Maar ik vind de timing blijft raar. Ja. Maar ik snap dat je dat in die tijd misschien niet anders had kunnen doen. Nee, maar ook qua muziek snap ik wel dat je niet... Je gaat dan geen stationsrangeermuziek draaien. Je gaat dan gewoon heldhaftige terugkommuziek draaien. Natuurlijk. Dat snap ik wel. Maar en muziek tijdens ritten... Ik vond Guardians of the Galaxy Mission Breakout in Disney's California Adventure. Daar zit, voor de liefhebber van Guardians of the Galaxy... Daar speelt jaren 80 muziek een belangrijke rol in die film. Omdat de hoofdpersoon heeft een Walkman... ooit van zijn overleden moeder gekregen met een jaren 80 mixtape erin. Die mixtape staat aan tijdens de rit. Oh. Heel gaaf. Dus zit je gewoon lekker gewoon gitaarmuziek. Ja, vet. Is leuk. Dat lijkt me echt helemaal niks. Maar, Nee, dat is echt zo'n goede attractie. Ik heb hem nooit gedaan nog, dus ik weet het niet. Maar, dat is uniek. Vind ik in die zin uniek. Ja, Rock and Roller Coaster ook goed. Zo de on-ride muziek in Indiana Jones Dark Ride heel goed. Ja. Die in Tokio heb ik dan gedaan. Jij hebt hem in Anaheim gedaan. Ja. Dat is muziek die is opgeknipt in, denk ik wel, 40 losse fragmentjes. En iedere keer als die auto weer op een bepaald punt komt, dan wordt die muziek weer opnieuw ingestart. Ja. Dus als je van sneller hoort... Wat ze heel vroeg in de attractie al doen. Je zou zeggen dat... Ja, aan het begin en aan het einde ook nog. Hè? Ja, maar je zou verwachten dat is het, dat is de klappen. Maar eigenlijk vrij snel wat je begint. Dat is zeg maar het fun and games. Zeg maar. Gewoon even, we zijn nu onderweg. En het is, ja, kijk eens, ik ben Indiana Jones en het gaat allemaal lekker. Ja. Dan voel je je ook echt even goed. Omdat die muziek... Ja, van we gaan het avontuur tegemoet. En dan ga je gelijk, rij je linksom zo'n duistere grotten met al de skeletten die op je afkomen. En dan die wiebelende wankelbrug over. En dan die slangen. Ja, dat is echt fantastisch. Op een gegeven moment dan rij je in Tokio in ieder geval rij je een soort donkere tunnel in. En dan hoor je ook echt van die heen en weer slingerende, opzwepende muziek. Mm-hmm. En op dat moment dan gaat je auto ook doorknallen. En je hebt het idee dat je echt met 100 km/u door al die tunnels heen raast. En dan kom je weer piepend en krakend tot stilstand. Die geluidseffecten zijn ook heel goed opgenomen in die muziek. Ja. Dus zo'n beeld dat naar je toe schreeuwt. En van die pijltjes die links en rechts op je afvliegen. En dat hoor je dan ook. Ja, dat is echt, Ik heb nog een gek voorbeeld. Waar ik de muziek echt... briljant vindt. Mm-hmm. Dat is de Finding Nemo Submarine Voyage in mm-hmm. Disneyland. In Californië is dat. Dat is een hele oude Disney-attractie. Hebben ze later Finding Nemo aan toegevoegd. Dan zit je echt in een onderzeeër met heel wat mensen. Kijk je door raampjes heen en zie je allerlei scènes.
En wat daar briljant aan is, de muziek van die attractie staat op Spotify. Moet je maar eens even luisteren. Wat ze daar gedaan hebben, is een heel slim trucje. Dat is echt heel slim. Er zit heel veel ruis in. Aan het begin van die track zit heel veel ruis. Dus ze zeggen, ja, waar slaat dat op? Omdat op een gegeven moment in de attractie, dan kom je diep. En dan ben je echt in de zee. En dan ben je los van de wereld. Ja. En dan is die ruis in één keer weg. En dat is een heel slim trucje. Door heel veel herrie en bubbels en er zitten allemaal dingen en bloep. En opeens, halverwege die track, dan denk je, is dat weg? En dat geeft jou in die attractie, terwijl er gebeurt niks, het gevoel, ik ben nu weg. In een soort droomwereld. Ja, dat zit in die muziek. Dat is echt, ik heb dat laatst nog een keer terug te luisteren, dat is briljant. Huh? Want dat versterkt het effect van, we zijn nu onder water, terwijl je bent echt helemaal niet diep onder water. Maar dat lijkt zo. Ja. En dat geluidseffect versterkt dat. Ja. En bovendien, de muziek van Finding Nemo is prachtig. Is echt geweldige muziek. Ja, ja, hij stuurt een mail echt om on-ride muziek te benadrukken. Dus dan gaat het om muziek die dan uit je karretje klinkt. Ja. Maar ik vind ook ritmuziek, gaan we dat dan ook meenemen? Want ik vind bijvoorbeeld ook de muziek van bijvoorbeeld Phantom Manor. Ja, die met elke scène meegaat. Nee, of ook zoiets simpels als Carnival Festival. Ja. Wat in elke scène gelijk loopt. Hè, zo'n 8 of 9 sporen of zo. Die allemaal synchroon lopen. En met het moment waar jij dan bent, hoor jij die bijpassende muziek. On-ride bedoel ik echt even. Dus maar echt in een karretje. On-ride muziek inderdaad. In een achtbaan. Ja, ja, de oude muziek van Space Mountain. Van de La Terre à la Lune. Was ook fantastische muziek. Die ook echt ook, net als bij Indiana Jones, ook per stukje wordt meegeknipt. Zeg maar. Dus als je naar boven gaat op de... Als je richting de maan gaat, dan gaat de muziek ook wordt dan helemaal episch. Het is een apart systeem waarbij dus dat heeft Vogel trouwens ook, hè, waarbij dus de geluidsband per sectie wordt gestart. Ja. Ja. En dat hoor je niet, je hoort geen harde overgang. Dus ergens zal het apparaat faden of zo. Ja. Ik weet niet hoe die dat doet. Ja. Het gaat overigens bij Space Mountain in Parijs, nu Hyperspace Mountain, heel vaak mis met het geluid. Dat vind ik heel vervelend, want ik had juist gehoopt dat met die nieuwe Space Mountain, nieuwe treinen, dat gewoon voor een vooral zou werken. Het doet het wel. Dus 9 van de 10 gasten, je hoort gewoon geluid. Dus het is niet zo, het is nooit stil. Ja. Maar ik had laatst, ik ben 2 keer, en nu ben ik 1 keer in geweest, ik had een rit waarbij de muziek een sectie achterliep. Oh. Dus dat is heel raar. Dus je schiet omhoog. Dus, nou, je rijdt het station uit. Dan heb je natuurlijk de Star Wars theme. Mm-hmm. Dat vind ik op bombastisch goed begin. Ook. Ken je wel? Mm-hmm. Nou, dan kom je aan op die lift. Daar die muziek deed nog. Dan word je afgeschoten. En dan begint er bovenaan een nieuwe track. Ja. Dan is eigenlijk, dan krijgt de trein een signaal met poep. We gaan nu het volgende MP3-bestand afspelen. Ik denk dat het zo gaat. Weet ik niet. Maar wat raar is dat de geluidseffecten... Dus dan zit zo'n radio in. Dan, yeah, we're on the go. En pieuw, pieuw, pieuw. Die effecten. Die doen het wel. Maar de muziektrack die eronder zit, die worden los van elkaar gestart in die trein. Blijkbaar. Die geluidseffecten doen het iedere keer wel. Alleen die muziek wordt dan te laat gestart. Dus het eerste blok heb je dan wel geluidseffecten, geen muziek. En dan bij het volgende blok pakt hij hem weer op. Waardoor je dus bij het terugrijden in het station nog een stukje ritmuziek hoort. Ah, en dan... Dat is jammer. Maar dat was alleen mijn stoel. Dat is raar, hè? Ah. Dat is bijzonder. Want Mark naast mij had dat niet. Misschien dat ze het zo technisch geavanceerd willen maken dat het te geavanceerd is. Te geavanceerd is dat er een beetje, ja, wat jammer. Ja, want er zit iets heel gaafs in. Dit is echt geneuzel. Maar er zit iets in Space Mountain dat de muziek in jouw trein is sync met de projecties. Er zit namelijk op een gegeven moment een tweede remsectie in en dan ga je ook een beetje omhoog getakeld. Dan zie je voor je dat een van die schepen wordt gebombardeerd. Ja, was altijd een supernova, hè, bij Mission 2. Daar is een explosie te zien. En in plaats van dat ze gewoon volgens mij dat veel goedkoper hadden kunnen oplossen door een speaker langs de baan te plaatsen met eruit. Ja. Komt die explosie uit jouw trein. Maar je moet je voorstellen, als jij een trigger stuurt naar ieder karretje, of naar 1 karretje, naar bijvoorbeeld het voorste karretje, dan klopt dat niet. Ja. Snap je? Dus op een of andere manier hebben ze dat moeten timen. Dat iedereen tegelijkertijd ziet en iedereen tegelijkertijd hoort. Maar de muziek is wel op verschillende plekken anders. Ja. Precies. Ja, ik vind het fenomenaal hoe ze dat gedaan hebben. Maar het werkt dus niet altijd. Ja. Ja, is jammer. Ja. Ja. Ach ja. Als je hebt over on-ride muziek, heb je bijvoorbeeld ook de on-ride soundtrack met ook geluidseffecten van bijvoorbeeld die Transformers ride waar je het over had. Ja. Volgens mij is dat ook alleen maar wat in je karretje. Het zijn zulke grote bakken waar je in rondrijdt. Pfft. Dat zijn allemaal... Megatron. Of zo, ik vind... Wow, doe nog eens. Megatron. Of zeg eens Theme Talk? Theme Talk. Vet. Episode 56.
Protect the old spark. Your bravery helped save the planet. Ja. You can ride on Evac anytime. Nou, oké, ja. Je stem naar de galamiezen. Ja, van mij. In ieder geval, al die geluidseffecten hoor jij maar om je heen. Ja. Maar je zit ook in een soort mega sound blast machine. Dat is zo vet gedaan. Ja, dat is gaaf. Ja, hierover kunnen we echt de 2 uur aparte donkletsen in Team Talk. Maar in ieder geval, heel gaaf. Zit er ook aparte muziek in Tower of Terror? Of was dat niet Tower of Terror? Ja, dat was Tower of Terror, maar dat is ook gave muziek. Ja, dat is... Ja, maar dat is ook om je heen en zit er ook in je karretje? Ik heb het gevoel dat dat meer is dan alleen stereo. Zeg ja, maar. Dat moet ook wel. Die ja, voice-over komt van een andere plek dan de muziek, weet ja. je zo. Dat is vet. Ja. Echt, er zitten wat audiogenieën hoor in die pretparkwereld. Ik vind het echt, ja. echt En gaaf. Laten we niet vergeten dat de Efteling daar ook gewoon heel goed in is. Villa Volta, je hebt het vorige aflevering al genoemd. Ja. De afstelling dat met de rit is gewoon heel goed. Ja, ja. Ja, ook. Dus de Villa Volta is dan inderdaad niet echt... Ja, dus, ja wel is wel on-ride muziek eigenlijk, hè? Ja, dat is feitelijk on-ride, ja. Ja. Ik wil ja. nog één voorbeeld noemen. Ja. Namelijk de enige attractie ter wereld, denk ik. Weet ik eigenlijk niet eens zeker. Waar je je eigen on-ride muziek kan kiezen. De Hollywood Rip Ride Rocket. Ja, ja. In Universal Studios vind in Orlando. Slecht. Vind je slecht? Slecht geknipt. Oh? Ja, dus gewoon aan het einde zo... Ja, ja. Gewoon stopt die. Ja. Ja, dat is helemaal niet op maat geknipt. Maar bij bijna iedereen die ik ken in zijn eerste rit uitkomt bij Harder, Better, Faster, Stronger van Daft Punk. Leuk hè? Grappig is dat, ja. 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 Vind ik wel een unieke ervaring. En er zit een geintje in dat je allerlei andere muziek kan kiezen. Blijkbaar zelfs Disney muziek, maar ik heb het zelf nooit geknipt. Ja, de Muppets blijkbaar als je het ja, op een bepaalde manier intoetst. Ja. Mm. Nou ja, goed. Dus het, voor de mensen die dat nooit gezien hebben, dat is een achtbaan. Overigens gebouwd door het Duitse bedrijf Maurer. Opvallende keuze. In Universal Studios, waarbij je beugel zo helemaal over je heen krijgt. En er zit een klein touchscreentje in. En dan je hebt overigens een verticale lift, dus echt recht omhoog. Ook een best wel flinke drop. Met ja. Je gaat net niet over de kop iedere keer. Hè? Het zijn net niet echt inversies. Ja, iedere keer. Ja, het is soms ja. wel, soms niet. Nee, ja. inderdaad. Iedere keer je gaat zeg maar, omhoog de looping in. Ja. En net voordat je dan ondersteboven zou hangen, net, draai je als een soort wokkel weer. Je hangt wel een beetje op zijn kop, maar ook niet helemaal. Ja. Maar je zit dus een touchscreentje voor je. En tijdens de lift heel eigenlijk kan je dan een plaat kiezen. Aantal genres. In station moet je dat al doen. Oh, in station moet je dat doen. Ja, ja. Je kan kiezen uit klassieke muziek, rock en metal, pop en disco, club en electronica, country en rap en hip-hop. Ik heb dan ook I Will Survive. Heb ik. Ik heb hier de volledige lijst. Het gaat alle kanten op. ZZ Top. Case in the Sunshine Band. That's the way I like it. Doe eens even radio DJ. Doe eens even dit zo. Als nee, radio ik ben geen radio DJ. En we doen even alsof. Gloria Gaynor met I Will Survive natuurlijk in de Hollywood Rip Ride Rocket. Gezellig. Heerlijk. Even kijken hoor. Daft Punk inderdaad met Harder, Better, Faster, Stronger. De Beastie Boys met Intergalactic. Goeie plaat. Intergalactic. Nou goed, je kan allerlei... Kanye West met Stronger. Zit I'm Blue er ook in of niet? Zo dat zie je niet. Oh, ja. Nou goed, maar dan kun je zelf kiezen in zijn touchscreen. Heel simpel, heel overzichtelijk. Er is een truc dat je met nummers andere platen kan je het eigenlijk hacken. Nou ja, ja. Leuk. Ga je achteruit. Je hebt ook enorme speakers net naast je oren zitten daar. De muziek klinkt ook echt goed. Ja. Dus dat is wel de attractie die echt gebouwd is op onboard muziek. Maar inderdaad, ze hebben gewoon... De plaat begint te spelen. Het is niet dat op bepaalde momenten in de muziek iets gebeurt in de achtbaan. Ja, dat kan ook niet met zoveel verschillende platen. Maar ze zouden wel bijvoorbeeld een of andere audiofiel aan de gang kunnen zetten. Van, weet je wat, Henry, je krijgt 2 uur per plaatje om het goed op maat te knippen op de baan. Ja. En dan kun je een mooi eindje eraan plakken, want je bent altijd op hetzelfde moment weer terug. Ja, en ze hebben dat. Ja, dat is eigenlijk wel gek dat ze dat nooit zo goed hebben gedaan. Als ze €50 doneren aan Team Talk, doe ik het. Dan krijgen ze in één keer 100 WAF-bestandjes van jou mee. Ja. En deze moet je inladen, en deze moet je inladen. En er zit er ook 1 verborgen in dat je Team Talk kan luisteren terwijl je in die achtbaan zit. Ja. Dan hebben wij ze ingesproken. Hallo. Ja, precies. Hallo. Tik, 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 tik. En nu ga je een bocht in. Hey. Of dat je dan zeg maar de muziek hoort van Team... Nou, dat je dan deze muziek hoort. Ik zou hierbij wel in een achtbaan willen zitten. Dat zou mooi zijn, hè? Gaaf. Oh. Als je wil reageren op deze podcast, dan ga je naar teamtalk.nl/reageren. En als je ons financieel wil steunen, dan ga je naar teamtalk.nl/doneren. Volgende week is er weer een nieuwe Team Talk. Ja, aflevering 57. Zijn we er gewoon weer bij? 57 alweer dan. Ja, gaat Punctueel die ook weer aankondigen? Ik weet niet, moet ik even met hem een brief sturen naar het paleis. Het duurt wel heel lang, hè? Heel veel bureaucratie is daar. Ja, dat klopt, ja. Dat is heerlijk, deze muziek. Ik wil er echt een achtbaan hebben, dit. Maurice, ik vond het gezellig. Tot volgende week. Tot volgende week. Megatron. Ja. Ik kan niet zo lage stem als jij. This is my friend. Ladies and... Ik kan het allemaal niet. Jij nog eens?
Megatron, you now reached the end of the podcast. Thanks for listening. Bye bye. Heb je nou dorst of niet? Nee. Tot volgende week. Tot.